In de gemeente Gilsen en rijen is het afgelopen jaar meer afval weggegooid dan in andere jaren. Werd er twee jaar geleden nog bijna 3,1 miljoen kilo huishoudelijk afval in de kliko gegooid, nu is dat zon 3,4 miljoen. Een stijging dus van bijna 10%. De gemeente maakt zich vooralsnog geen zorgen over de toename. De totale hoeveelheid afval wat binnenkomt, dus ook van de Milieustraat en de glasbakken, is het afgelopen jaar met 17.000 kilo afgenomen ten opzichte van 2007.